Nou, de mensen hebben me geloof ik 40 jaar geleden al doodverklaard. Want die houdt het nooit voor op. Maar goed, ik ben er nog steeds. En waarom zeiden de mensen dat dan? Waarom denken mensen dat? Omdat ik nogal een turbulent leven leid. Maar ik denk dat ik geen turbulent leven leid. Ik denk dat ik een leven leid die ik leuk vind. Dus ik hou van zingen. Ik hou van een glaasje rosé. Maar ik snap wel als mensen zich zorgen maken als er iets verschijnt van Bonnie is opgepakt omdat ze te veel gedronken heeft. Of het gaat niet goed met haar, ze is opgenomen in het ziekenhuis. Ik ben nooit opgepakt omdat ik dronken ben. Nee? Nee. Ik heb 1 keer aangeschoten op het podium gestaan. Dat is 1 keer gebeurd. Maar heb je nooit in het... Je hebt toch ook in het ziekenhuis gelegen omdat het niet goed met je ging? Nee, toch? Ik heb een levercirrose. Ja. Maar snap je, dan denk ik van, oh ja, dan maken mensen zich zorgen om je. Ja, maar mensen moeten zich geen zorgen over mij maken. Mijn moeder die heeft ooit gezegd, zorg dat je in de kliniek komt. Ik zeg, nou, dat moet je niet doen. En waarom niet? Omdat ik het gewoon niet doe. Ik ga niet tussen gekken zitten. En hoe ga je nu dan met die drank om? Goed. Ik vraag me af waar de rosé blijft. Ja, die heb ik niet meegekomen. Wat zit ze eten bij? Grapje.